Hallo allemaal. Het is natuurlijk wel zo dat straks Stedum Sinterklaas komt en dan moeten we er klaar voor zijn. En ja, kijk, dat doe je wel zo dat Stedum er wel een beetje schoon en verlicht op ziet, hè, staat. Wat gebeurt er allemaal? Weer een aardbeving. Henk, er gebeurt weer wat. Er komt een aardbeving. Wat zijn we hier nou mee aan de gang? We moeten even kijken wat er mogelijk is. Eens even kijken, dames en heren. Henk, hoor je mij? Ja, het schudt je soms af en toe een beetje, ja? Daar kun je niks aan doen. Henk, bel je straks wel weer. Goed zo. Oké, hoi. Oh, mensen. Wat gebeurt hier allemaal wel niet in dit dorp? Zo, mooi schoon die boer. En Henk is met die schoorstenen bezig. Wij zijn helemaal in paniek soms, hè? Wij zijn in paniek. Maar ja, wij laten ons niet zomaar als steden, maar ze niet van de wijs brengen. We hebben even een probleempje. Het probleem is nou gewoon dat wij... De Sinterklaas heeft van mij gebeld. Want hoe zit het nou met de Zwarte Pieten? Kunnen ze wel door de schoorstenen heen? Want zoals u hier ziet, hebben ze hele stellages erbij gebouwd. Soms zitten de schoorstenen dicht. Er zitten wel schoorstenen hiernaast, maar dat is niet de bedoeling om daar de pakjes doorheen te gooien. Dus dat gaat niet lukken. Hoe had u dat gedacht? Want we zijn nu aan de voorbereidingen met uw feest aan de gang. En graag hadden wij een antwoord van u. Kinderen geen cadeautjes. Nee. En nu? En nu? En nu?